Als je wel eens in een oud kasteel bent geweest, dan heb je daar vast ook wel eens een harnas van dichtbij bekeken. Je snapt niet hoe de mensen zich daar vroeger in konden bewegen, want denk erom dat ze zwaar waren. Gelukkig hoeven we daar nu niet meer in rond te lopen. Dat is allemaal al lang verleden tijd. Hoewel, niet helemaal. Want er is één onderdeel van het harnas wat ook in onze tijd nog heel veel wordt gebruikt. Ja, het is zelfs zo dat je in bepaalde gevallen een bekeuring oploopt als je dat onderdeel niet gebruikt. Weet je wat het is? Precies, een helm. Alle bromfietsers gebruiken zo'n ding dagelijks. En ook op het werk wordt die vaak gebruikt. En uiteraard ook in het leger. Zo'n helm geeft een extra bescherming aan je hersenen. En dat is maar goed ook. Je hersenen zijn namelijk het meest wonderlijke en ingewikkelde onderdeel van je lichaam. Je zou kunnen zeggen dat het een soort van supercomputer is. Alles in je lichaam wordt in deze computer geregeld. En alles heeft zijn aparte afdeling. Hier is bijvoorbeeld de afdeling van het gehoor. En hier de plaats van waaruit het spreken wordt geregeld. Ongeveer hier is de reukafdeling. Het zien wordt hier geregeld. En hier is het gevoelscentrum gevestigd. Terwijl dit ongeveer de plaats is waar alle bewegingen worden georganiseerd. Zo heeft elk deel van je hersenen een heel belangrijke taak. Maar weet je wat wel het allermooiste is van je hersenen? Dat je ermee kunt denken. En daar gaan we het deze keer over hebben. Over het denken en hoe dat werkt. Dat we kunnen denken is heel belangrijk, dat snap je natuurlijk wel. Want als we dat niet zouden kunnen, dan zouden we ook niets kunnen weten of begrijpen. En je zou je ook niks kunnen voorstellen of herinneren. En je zou dan ook helemaal niks kunnen doen. Want voordat je iets kunt doen, moet je het wel eerst bedenken. Dus dat is duidelijk genoeg, hè? Denken is ontzettend belangrijk. Maar is het nou ook zo belangrijk wat je denkt? Er is niemand die je gedachten kan bekijken. Dus eigenlijk kun je rustig alles bedenken wat je maar wilt. Dat maakt niks uit, want niemand ziet het. Is dat zo? Maakt het niks uit wat je denkt? Natuurlijk wel. Het is juist erg belangrijk wat je denkt. Want wat je denkt heeft namelijk een grote invloed op hoe je je voelt. Als Willy bijvoorbeeld denkt aan inbrekers, wat gebeurt er dan? Precies, dan wordt hij bang. Maar als hij denkt aan zijn vakantie, ja, dan wordt hij blij. En als hij aan de koelkast denkt, dan krijgt hij weer een heel ander gevoel. Dan krijgt hij plotseling zin in een lekker glaasje cola. En als hij daar nu maar lang genoeg aan denkt, dan kan dat gevoel zo sterk worden dat hij het nog gaat halen ook. Dus je gedachten hebben grote invloed op je gevoelens. En wat je denkt en wat je voelt, kan dan weer een grote invloed hebben op wat je gaat doen, op je daden dus. Daarom is het dus erg belangrijk wat je denkt. Zijn dat namelijk goede dingen? Dan zullen die ook een goede invloed hebben op je gevoelens, dus op wat je voelt van binnen. En de dingen die je daardoor gaat doen, zullen dan ook goed zijn, dat kan niet anders. Maar denk je iets vervelends, dan krijg je vanzelf ook een vervelend gevoel. En als je niet uitkijkt, dan ga je nog vervelend doen ook. Dus je moet goed uitkijken wat voor gedachten je in je hoofd haalt. Dat is nu wel duidelijk, hoop ik. Maar nu een andere vraag. Waar komen je gedachten eigenlijk vandaan? Nou, heel veel gedachten ontstaan bijvoorbeeld door wat er door je ogen naar binnen komt. Dus door waar je naar kijkt of wat je leest. Ook krijg je veel gedachten door wat er via je oren naar binnen komt en waar je naar luistert. Bovendien kunnen er allerlei gedachten naar boven komen uit je herinnering. Dus over de dingen die je vroeger hebt beleefd, of gezien, of gelezen. Een tijdje terug hadden we het over de bovennatuurlijke wereld. En ook van daaruit komen er gedachten je hoofd binnen. Je ziet wel dat er heel wat op je gedachtenleven afkomt. En nu is het maar de vraag wat je daar nu allemaal mee gaat doen. Nou, daar gaan we straks over praten, als we gekeken hebben naar Bas en Barbara. Want die zijn nu aan de beurt. Elk jaar, als het voorjaar in zicht is, wordt Barbara ontzettend actief. Ze krijgt dan de zogenaamde schoonmaakwoede.
alle kasten gaan dan leeg en alles wordt gestoft, gesopt en schoongemaakt. En natuurlijk wordt alles ook weer netjes op de plaats gezet waar het thuis hoort. Een hele klus hoor, vooral met zo'n sloddervos als Bas in huis. Als die iets gebruikt, dan is het maar zelden dat hij het dan weer op de goede plek terugzet. Bovendien wil hij nog van alles bewaren ook. Dus je begrijpt wel hoe de kasten er na een jaar uitzien. Eén grote puinhoop waarin je bijna niets meer terug kunt vinden. Gelukkig heeft Bas het in die schoonmaaktijd ook erg druk, zodat ze elkaar niet zoveel in de weg lopen. Er moet er namelijk van alles gebeuren in de tuin, tenminste als je er in de zomer groenten en bloemen in wilt hebben. Daarom is Bas nu bezig met het zaaien van Afrikaantjes en Latirus in een soort van broeibakje. Daarin kan het zaad dan ontkiemen. Ja, een mooie tuin brengt heel wat werk met zich mee. Dat is Bas in de loop der jaren wel duidelijk geworden. Toen ze pas een tuin hadden, vond Bas dat allemaal maar niks. En ik zal je eens vertellen wat er toen gebeurde. Zeg Bas, zegt Barbara als ze klaar zijn met het inrichten van hun nieuwe huis. Nu is de tuin aan de beurt. Wat ga je er allemaal inzetten? Nou, antwoordt Bas, ik denk dat ik dat al weet. We moesten er maar een zogenaamde wildtuin van maken. Wat bedoel je? Vraagt Barbara een beetje ongerust. Nou, antwoordt Bas, dat zal ik je even uitleggen. Wat dacht je? Hoe ontstaan de mooiste plekjes in de natuur? Nou, die ontstaan vanzelf, zegt Barbara. Precies, zegt Bas. Die ontstaan helemaal vanzelf, zonder dat daar een mens aan te pas komt. Want weet je, de allerbeste tuinarchitect is de natuur zelf. Maar dan moet je hem natuurlijk wel zijn gang laten gaan. En daar is onze tuin nu prima geschikt voor. Doe niet zo raar, joh, dacht Barbara. Als je niks aan je tuin doet, dan krijg je alleen maar gras en brandnetels. Dat dacht je maar, zegt Bas. De natuur zit niet stil. Als er bijvoorbeeld te veel brandnetels zouden komen, dan komen er vanzelf ook een bepaald soort rupsen op af, die brandnetels eten. En op een gegeven moment heb je dan geen brandnetels meer in je tuin, maar prachtige vlinders. Het klinkt te mooi om waar te zijn, zegt Barbara weinig overtuigd. Maar als je die vlinders in je tuin wilt houden, dan zullen er toch ook bloemen in moeten staan? Die komen ook vanzelf, zegt Bas. De wind en de vogels zorgen namelijk voor de verspreiding van allerlei soorten zaad. En als je je tuin nu maar met rust laat, dan moet je eens zien hoeveel soorten bloemen erin zullen komen. Ik zie het al helemaal voor me. Een tuin vol madeliefjes, pinksterbloemen, klaprozen en korenbloemen, afgewisseld met boerenwormkruid, smeerwortel en boterbloemen. Eén bloemenpracht. Nou, zegt Barbara, als het allemaal zo makkelijk gaat, dan snap ik niet waarom er niet veel meer mensen zo'n tuin willen hebben. Och, zegt Bas, een mens is nu eenmaal een kuddedier. Er moet gewoon iemand mee beginnen en dan komen er vanzelf wel meer. Het kost in elk geval weinig tijd, zegt Barbara, die het stille vermoeden heeft dat Bas liever over de tuin denkt dan dat hij erin werkt. En weet je wat ook zo leuk is? Gaat Bas onverstoorbaar verder. Dat je op die manier ook allerlei dieren in je tuin krijgt. Onze lieve heersbeestjes, allerlei soorten vlinders en vogels. Maar toch geen enge beesten, hè? Valt Barbara hem geschrokken in de rede. Ik moet er niet aan denken dat de tuin straks krioelt van de pissebedden en oorwormen en duizendpoten. Dan doe ik de tuindeuren nooit meer open. Wel, nee joh, zegt Bas geruststellend. Als het zover komt, dan zorgt de natuur vanzelf voor een oplossing. Dan komt er gewoon zo'n lief egeltje in onze tuin, want die zijn gek op ongedierte. Als het maar geen muizen zijn die erop afkomen, zegt Barbara. Nou en, zegt Bas. Ik wou dat het gebeurde. Dan zouden we vast ook nog een paar uilen in de tuin krijgen. Nee, laat het nu allemaal maar rustig aan de natuur over. Dan moet je eens kijken wat een unieke tuin het zal worden. Maar een paar maanden later lijkt Barbara toch wel een beetje gelijk te krijgen. Het enige waar de natuur voor zorgt is gras en een grote bos brandnetels en hier en daar een hoge distel met gemene stekels. Zou je de boel niet eens een keer maaien, Bas? Vraagt Barbara voorzichtig. Natuurlijk niet, zegt Bas. Dan verstoor je toch het natuurlijke evenwicht? Nou, zo evenwichtig ziet de tuin er volgens mij niet uit, zegt Barbara. In de vrije natuur heb je tenminste nog konijnen die de boel een beetje in evenwicht houden. Hé, hey, zegt Bas, die toch ook wel een beetje teleurgesteld is over zijn wildtuin. Dat is misschien niet eens zo'n gek idee.
We moesten de natuur toch maar een handje helpen. Het is in elk geval een milieuvriendelijke oplossing. En zo deed het konijn zijn intrede in de wildtuin van Bas. Maar een succes werd het niet. Het beest hield het gras wel aardig kort, maar de distels en de brandnetels liet hij mooi staan, zodat het niet lang duurde of de hele tuin stond er vol mee. Op een mooie warme zomerdag wordt de knoop eindelijk doorgehakt. Wat heb je nou aan zo'n tuin, klaagt Barbara. Ik kan nog niet eens even lekker in het zonnetje gaan zitten, want voor je het weet zit je vol schrammen en prikken. Tja, zegt Bas, het is me eigenlijk ook wel een beetje tegengevallen, zo'n wildtuin. Je kunt je tuin blijkbaar toch niet zonder meer aan de goede zorgen van de natuur overlaten. Dat had ik je meteen al kunnen zeggen, zegt Barbara. Je moet toch zelf bepalen wat je in je tuin wilt hebben? Anders wordt het een rommeltje, dat heb je nu wel gezien zeker. Nou, je snapt wel dat het Bas heel wat zweetdruppeltjes kostte om de tuin van al het onkruid te ontdoen. Met zijn handschoenen aan was hij dagenlang bezig om een eind te maken aan zijn wildtuin. En alleen al het vangen van zijn konijn kostte hem bijna een hele middag. Maar het resultaat was dan ook de moeite waard. Aan de hand van een goede tuinencyclopedie maakt Bas vanaf die tijd zelf uit wat er in zijn tuin groeit. En maakt hij korte metten met alles wat er buiten zijn toestemming in zijn tuin opkomt. Ja, dat moet je gewoon goed bijhouden, dan kan het nooit een rommeltje worden. Zo is het nou maar net, verzucht Barbara. Ik wou dat je dat ook op de kast toepaste. Och, zegt Bas, je moet toch wat overhouden om je schoonmaakwoede op uit te leven. Zeg, wat zou jij doen als je net als Bas een eigen tuintje kreeg? Zou je het dan ook een wildtuin laten worden? Ik denk het niet, hè. Dat zou zonde wezen van je tuin. Nee, als je een leuke tuin wilt hebben, dan moet je zelf bepalen wat erin komt. Je moet het niet aan het toeval overlaten, want dan wordt het een rommeltje. En weet je, dat is niet alleen met een tuin zo, hoor. Dat is met je gedachtenleven precies hetzelfde. Dat komt omdat je gedachtenleven eigenlijk ook wel wat op een tuin lijkt. Daar kan, om zo te zeggen, ook van alles in groeien. Mooie planten en bloemen. Maar ook onkruid, zoals brandnetels en doorns en distels. Het is maar net wat je erin laat komen. Als je dat namelijk aan het toeval overlaat en je laat alles maar opgroeien wat er via je ogen, je oren en vanuit je herinnering en de onzichtbare wereld bij je naar binnen komt, dan wordt het in je gedachten nog erger dan in de wildtuin van Bas. Dan wordt het één grote warboel in je hoofd. En je moest dus weten hoeveel mensen daar last van hebben. En dat is niet zo best, hoor. Want je gedachten hebben een grote invloed op je gevoel, hebben we gezien. En wat je denkt en voelt, heeft weer een grote invloed op wat je gaat doen. Daarom kunnen de mensen soms zulke vreemde dingen uithalen. Maar hoe zou zoiets nou kunnen veranderen? Hoe zou je nou van zo'n warboel in je hoofd kunnen afkomen? Nou, door precies hetzelfde te doen als Bas. Die nam het besluit om het voortaan niet meer aan het toeval over te laten wat er in zijn tuin zou groeien. Dat zou hij nu zelf gaan bepalen. Alleen was hij wel zo verstandig om er een goede handleiding bij te gebruiken. Daardoor kwam hij precies aan de weet wat hij nu wel en wat hij beter niet in zijn tuin kon zetten. Voor onze gedachtentuin hebben we natuurlijk ook een goede handleiding nodig. Die handleiding is de Bijbel. En ik zal er even een stukje uit laten lezen wat de apostel Paulus namens de Heer Jezus heeft mogen schrijven. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Dus dit zijn de dingen die in je gedachtentuin thuis horen. Laten we aan de hand van dit lijstje maar eens gaan kijken of er nog wat te wieden valt in je gedachtentuin. Is het waar wat je denkt? Dus als je bijvoorbeeld denkt dat er een kerel onder je bed ligt, dan is dat een leugen, oftewel onkruid, en dat moet eruit. Denk dan aan iets wat wel waar is. Dat de deur op slot zit bijvoorbeeld, en dat de Heere Jezus van je houdt. Is het waardig wat je denkt? Het tegenovergestelde van waardig is onwaardig of minderwaardig. Dus minderwaardige gedachten over anderen bijvoorbeeld moet je niet toelaten. En zo kun je verder gaan. Is het rechtvaardig wat je denkt?
en is het rein. Smerige gedachten moet je dus ook niet laten groeien in je gedachtentuin. Denk aan zuivere dingen. Dingen waar je echt van kan houden. En die goed klinken, dus geen rauwe en platvloerse zaken. Al wat deugd heet, dus alles wat echt goed is. En lof verdient, waar iedereen dus blij mee kan zijn. Dat zijn de dingen waaraan je moet denken. Alleen moet je natuurlijk voorzichtig worden met het kijken en luisteren naar dingen waar je makkelijk verkeerde gedachten van krijgt. Bedenk bijvoorbeeld eens wat voor verkeerde invloed sommige radio- en tv-programma's op je zouden kunnen hebben, ook al zijn ze nog zo spannend of grappig. En dat geldt ook voor bepaalde boeken. Daarmee maak je het jezelf veel moeilijker dan nodig is. En ga niet in de put zitten over de dingen die je vroeger verkeerd hebt gedaan en die je niet meer goed kunt maken. De Heer Jezus wil ze je graag vergeven als je daar spijt van hebt. En hecht ook geen waarde aan gedachten die zomaar uit de lucht komen binnenvallen. Dat is allemaal waardeloos onkruid. Dat hebben we de vorige keer al gezien. Dus nu allemaal maar aan de schoonmaak, hè? Er zal best hier en daar wat op te ruimen zijn. Maar doe het vooral niet alleen. Doe het samen met de Heer Jezus. Anders gaat het niet. En laat het voortaan niet meer aan het toeval over wat je denkt. Anders is het zo weer een warboel in je hoofd. Houd je gedachten maar goed in de gaten. Wil je zien hoe je daarvan opknapt? De Heer Jezus wil je er graag bij helpen.